allemaal hartelijk welkom op de eerste galaavond van voetbalvereniging Katwijk, wat in samenwerking georganiseerd wordt met Stichting for Life. Ik moet zeggen, u ziet er allemaal geweldig uit. Complimenten voor u allemaal. Keurig netjes. Dit is wat een galaavond moet zijn. Mij is gevraagd om het verhaal kort te houden. Dat zal ik dus ook doen. Korter, langer dan dit zal het dus niet duren. Ik hoop dat u allemaal een zeer prettige avond heeft. En nu zal ik bij u introduceren Jon Schut van Stichting for Life, die uitleg komt doen over hun stichting. Goedenavond allemaal. Zoals gezegd, mijn naam is Jon Schut. Ik ben voorzitter van Stichting for Life. De voetbalvereniging Katwijk, die kent u goed, maar ons waarschijnlijk een stuk minder. Ik wil graag allereerst de voetbalvereniging Katwijk heel erg danken voor de kans die we hebben gekregen als stichting om dit mede te mogen organiseren en daarmee ook een deel van de opbrengst te krijgen om onze projecten te besteden. Ik wil u ook hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Het is voor u een gok geweest, eerste benefietdiner. We hebben er alles aan gedaan om het mooi aan te kleden, om u een mooi programma voor te zetten, een goed eten. En ik hoop dat we met z'n allen daar een feest van gaan maken. Dus heel erg hartelijk dank dat u aanwezig bent. Dat u onze projecten op deze manier wilt steunen. We gaan er met z'n allen denk ik een hele mooie avond van maken. En ter afsluiting wil ik graag presenteren Hans van Veen. De man die ons door de avond heen gaat praten. Op geheel eigen wijze. Dus Hans, waar ben je? Ik hier. Jij staat links. Hans gaat ons door de avond heen leiden. Heel erg hartelijk bedankt. Dankjewel, John. Ja, er moet nog wat gebeuren vanavond, dames en heren, zoals u wel gezien hebt. Hè? Want ja, u zit hier natuurlijk nu wel, maar we gaan zorgen dat we met z'n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen. Enerzijds natuurlijk voor uw eigen vereniging en voor de Stichting for Life. Daarover straks veel meer, want er staat hier een prachtig podium waar al van alles te zien is, dames en heren. Alleen er ontbreekt nog één, nou, ding is eigenlijk een te klein woord voor de dame die klaar staat om voor u hier de aftrap te geven, zeg maar, om in voetbaltermen te blijven. Het is een zangeres die al jaren haar sporen verdient in de nationale en internationale showbiz. Zij stond in Cats, zij zong met René Vroeger op menig concert in Ahoy. Maar zij bracht ook eigen platen uit. Zij stond met Kenny Dulfer in Japan. En ze staat vanavond gewoon hier aan het strand in Katwijk, dames en heren, om u te verbazen met haar combinatie van magie en een fantastisch vocaal talent. Dames en heren, la voix magique. Dames en heren, uw applaus voor Sandy Kendall. I can see you were a man of distinction, a real big spender, a girl of himself or a fame. Hey, wouldn't you like to know what's going on in my mind? You get right to the point. I don't pop my cork for every man.
applaus. Woe! Wiebe! 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 Come on! Dames en heren, een hartelijk applaus voor Mart! Woe! Een goede avond! Dat is schrikken, hè? Nee hoor. Oh, goed zo! Nou, hè? Iemand die niet schrikt, wat goed! Ik ben blij dat je hier bent. Ik ook. Oké, nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen, Mart. Maar ik heb een vraagje. Mag ik tutoyeren? Of u? Ja, oké. Ah, vind jij het nou ook zo dat dames er heel lang over doen om zich te verkleden als ze naar een feestje gaan? Of? Ja, ik heb maar één microfoon, dus ik probeer hem even... Heel goed zo'n microfoon. Lekker dicht bij elkaar. Kijk, heel goed. Als ik ja ga zeggen, ja? Dan heb ik 6 maanden zwaar. Dat is waar. Dus ik tel de tijd niet. Oké. Dus nee. Heel goed antwoord. Heel slim. Tactisch. Ja. Alleen wij hebben wel door wat de achterliggende gedachte is. Maar ik ga je ook bewijzen dat wij dames dat heel snel kunnen doen. Maar daarvoor heb ik wel jouw hulp nodig. Jouw magische hulp. Heel graag. Nou, er komt hier. Mart, kom deze kant op. Ja, doe je jas uit. Tuurlijk, dat zou ik ook doen. Maar het wordt natuurlijk heel spannend nu. Ja, dat is heel goed. Mart, als je aan deze kant van mijn magische hoepel wil staan. Het enige wat je hoeft te doen, is met beide handen de hoepel vast te pakken. Doe maar meteen. Helemaal goed. En dan mag je hem omhoog doen, tot mijn gezicht niet meer zichtbaar is. En alleen een beetje shaken boven. Gaat het lukken? Tot ik niet meer zichtbaar ben. En gewoon een beetje bewegen, een beetje shaken. Wat zeg je? Het is al gebeurd. Het is gewoon al gebeurd. Dit is gewoon Mart. Dit is Mart Klok. Ik ben er zo trots op. Ging dat snel of niet? Waanzinnig. Mag ik je zoenen? Heel graag. Ogenblikje. Applaus, niemand minder dan Mart. Pak je jasje. Ik ga je noemen Mart Klok. Gaat goed komen. Dankjewel, hartelijk applaus. Woe! Olé, olé. Bewegen.